Hoi en welkom bij een nieuwe video. Jongens, ik weet niet welke blazer ik aan moet doen. Ik heb nu een blazer aan en ik ben even aan het twijfelen. Ik heb deze blazer aan. En ik ben aan het twijfelen. Doe ik deze aan of doe ik deze niet aan? Deze heb ik bij een vintage boutique gekocht in Istanbul. Nou, het is bijna 8 uur. Het is vandaag donderdag. En vandaag ga ik de hele dag op de zaak werken. Moes en de kids zijn even beneden. Moes moet trainen. De kids moeten zo naar school. Dus we gaan even onze standaard ochtend in of aan. En ik denk dat ik dit gewoon zo laat. Deze top is van de H&M, volgens mij. Deze broek is van de Zara. Is echt van de oude collectie. Maar dat is mijn favoriete broek. En deze blazer, as I told you, vintage Istanbul. En ik neem deze bag mee. Deze neem ik voor het eerst mee naar buiten. Ik vind hem zo leuk. Hij is van Nocturne. Dus ook in Turkije gekocht. En ik vind het hartstikke gezellig. Deze kleuren bij elkaar. Zonnetje schijnt. Positief vibe. Positief energie. Ik moet toch werken, boeboe? Mama? Ja? Ga je eerst naar school? Ja, je gaat eerst naar school. Zeg eens school. School. Goed zo. Aida. Zin in school? Ja. Goed zo. Voilà. Nou, ik heb even een koffietje gemaakt voor mezelf, voor onderweg. En ik ga nu even samen met Mustafa deze zakken even in de kofferbak doen met al die kleren. Nou, ik zit in de auto. De kids zijn naar school gebracht. Moes, die wordt ook gebracht door mijn schoonvader. Daily vlogs. Oké, Sofie, jij lacht me uit. Ik zeg net heel blij. Ik ga vanaf nu dagelijkse vlogs maken. Zegt ze, wow, jij hebt interessante leven. Wat is dat voor this? Ja. Je denkt, ik kom uit Rotterdam. Je hebt dingen die ik kan vloggen. En veel mensen hebben dat niet, hoor. Nee, ik maak grapje. Ja, maar ik vind, kijk, al ben je de hele dag thuis, kan je alsnog vloggen. Jawel. Mensen zijn gewoon obsessed met schoonmaakvlogs, met story vlogs, met we are matching today. Oh ja. Orange forever. Hi Betul. Hi. Wat is dat? Deze ook, nee. Oh, kijk. Deze stofzuiger hebben we echt pas een paar weken en hij gaat gewoon niet goed dicht. Er is iets aan de hand. Dus, en ik heb die bon niet meer. Dus ik wil hem ook niet terugbrengen. Ik ga even een nieuwe stofzuiger halen. Ja, dit zijn onze nieuwe enveloppen. In plaats van roze, babyblauw. Oh, sorry. Mooi, hè? Je weet dat ik babyblauwe kleur toe wil voegen. Want we zijn nu heel erg in roze, roze. En kijk wat ik heb gehaald. Kijk hoe hard deze papier is. Voor? Zien jullie hoe hard die papier is? Voor wat is dat? Voor de foto's. Voor die haarklipjes. Wij gebruiken toch witte? Ja. Oh ja, roze. Mooie achtergrond, hè? Kunnen we vandaag Kunnen we alvast helemaal in stukjes knippen en in een bakje doen. En dan kunnen we, kijk, die zijn allemaal met die witte papier gedaan. Maar kunnen we met die roze doen. Plus, ik heb tassen gehaald. Ja. Toppie. En ik heb dozen voor haarborstels gehaald. Oh, heb je gehaald? Ja, we hebben een beetje last van internet. Internet doet het niet, dus we zijn wat trager aan het werk dan normaal. Betul heeft net deze dozen gemaakt. Nice, nice, nice. En die thank you kaartjes. Hebben die ook? Ja, niet vergeten die ook erbij doen. Is het enige? Ja, goed. Ja, oké. Ja, en anders doen we... Nee, doe maar bij de haarborstels, anders deze. Die? Ja. Deze vind ik wel mooi erbij, toch? Zo, omdat het een kleine doos is. Dan haal ik het hier bij je weg. Ja. Jongens, het is zo koud. Ik heb gelijk mijn stoelverwarming aan en mijn jas aan. Want ik heb het echt koud. Ik hoop niet dat ik ziek word of zo. Maar de dames zijn keihard bezig met inpakken van alle bestellingen. En ik ga even snel naar de Action of Sligro of whatever. Want ik heb even een lijst gemaakt met wat wij nodig hebben. Nou, wij hebben grote make-up tas nodig. Maar dat is even niet belangrijk vandaag. Een nieuwe stofzuiger. Stofzuigerzakken. BK inkt. Tissues, Dreft. Kleine handdoeken extra halen. Wc-papier. Weinig op voorraad. Deurmat. En weegschaal.
weegschaal niet om onszelf te wegen, maar om brievenbuspakketjes te wegen. Want dat is belangrijk qua gram en zo, hoeveel gram, tussen hoeveel gram een bepaalde pakketje is, zodat we een brievenbuspakketje kunnen aanmaken, een label kunnen aanmaken, een verzendlabel. Dat ga ik even doen en ik neem jullie even gezellig mee. Dat vind ik wel hartstikke gezellig, toch? Ja, we leven in maart. Volgende maand Ramadan, inshallah. Ik heb echt, ik weet niet wat het is. Ik heb zoveel zin in Ramadan deze maand. Of dit jaar. Vorig jaar had ik er ook best wel veel zin in. Maar dit jaar ook weer. Alleen, ik heb zo geen zin in die chaos in mijn leven. Dat ik gewoon alles moet inpakken thuis. Want in mei moeten we ons huis uit. Ja, hoe dan? Hoe ga ik alles inpakken? Hoe dan? Even serieus. Ik denk dat ik heel de wereld aan kan. En vorige week zat ik, 2 weken geleden, zat ik nog te janken in mijn vlog. Dat ik vind dat ik veel te druk ben. Maar ja, inpakken moet. Wij moeten inpakken. Wij moeten in mei, tenminste midden mei, moeten we al soort van onze huis uit. Officieel niet, maar omdat ja, wij hebben, Moes en ik hebben tegen elkaar gezegd van oké, midden mei moeten we alles al af hebben. Alles al naar de opslagruimte. Dingen hebben verkocht die we willen verkopen. Want we willen al onze meubels verkopen. En dus dat betekent dus dat ik alleen maart, dus deze maand en volgende maand heb om alles in te pakken. Ik ga echt inpakvlogs maken. Dus dat zeg ik alvast tegen jullie. Ik ga proberen zoveel mogelijk te delen qua inpakken. En ook qua wat ik wel en niet meeneem. En waarom wel en niet mee. En ik wil ook heel veel dingen weggeven. Dus ik ga ook via mijn vlogs heel veel dingen gewoon weggeven. Waar we van af willen. En dat kan van alles zijn. Van een droger tot aan geen idee wat. Dat zien we dan wel. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik weet niet. Ik heb ben deze dagen weer wat vrolijker vergeleken met vorige week. Maar dat is normaal toch? Oh my god, ze hebben die veggie mac croquette bij McDonald's nu. Oh, die is zo lekker. En we zouden nu tosti's gaan maken als ik terug ben als lunch. Maar ik ga denk ik de dames bellen en vragen of ze een veggie mac croquette willen. Nou, ik vind deze dozen echt heel mooi. Ik denk dat ik deze ook even meeneem. Ik ben bij de Action trouwens. En nu zijn we bij de McDonald's beland. Veggie met croquettes en de cheese snacks halen. Special bezorger McDonald's. Wat? Nee, ik ga stuk. Ik ga helemaal stuk. Ja, lekker? Wacht, geef wel eentje ook even aan die Lara. Jongens, we zijn gewoon veggie burgers aan het dealen bij Sligro. En jullie hebben ook deze. Ik heb ook kaassnack voor jullie gehaald. Hier. Wacht even. Zit daar geen saus bij? Krijg geen saus bij de kaassnack? Oh, geen idee. Oké, succes. Doei. Veggies? Ja. Veggie met croquet. Ja, die zijn echt lekker. Vond je lekker? Jij? Vond je lekker? Nou jongens, dit heb ik net gescoord bij de Sligro. Fanta Exotic, dat is echt een van mijn favoriete drinken. Als het gaat om drinken met prik. Oh my god, ik kom niet uit mijn woorden. En ik ben naar de Action geweest. Hoe is deze deurmat? Klein. Wel klein. Ik heb liever één kleine en dat we hem vaker verwisselen. Ja. Dan één zo'n mega grote ding. Dus kunnen we even hier zetten. Nou, ik ging dus net naar de Sligro voor de stofzuiger. Maar ik ben niet geslaagd, jongens. Je hebt alleen maar van die mega grote stofzuigers. Ja, sorry, maar dat hoef ik hier echt niet. Het is fijn voor een bedrijf. Prima, maar niet dat we heen en weer moeten met zo'n grote ding. Ja. Toch? En jullie wilden zo'n selfie light ring, toch? Ik kon mijne thuis niet vinden. Oh, zo leuk. Dus ik heb deze gehaald. Ja. Ja. En schoonmaakdoekjes. Deze enveloppen even extra voor komende dagen. Totdat onze enveloppen binnen zijn. Toch? Ja, super. Oh ja, trouwens. En ik heb dit gehaald. Dit vond ik heel leuk. Om alle pennen erin te doen. Ja. Oh ja. Naambordje. Ja. Ik ga helemaal stuk. Voor wie? Ja, voor jullie. Ja, en ik wil jullie even wat laten zien. Sophia, tenminste mijn moeder, die was in Rotterdam. Die is vanochtend met Sophia meegekomen vanuit Rotterdam. En ik had tegen mijn moeder gezegd, haal voor mij kimchi. En die wortelsalade die vorige week Sophia voor mij had meegenomen. Mijn favorite wortelsalade.
Dit is een Russische wortelsalade, maar hij wordt in Duitsland gemaakt. Straks verander jij nog in de wortel. Hè? Ja, ik verander straks nog in de wortel. Deze gaat allemaal straks mee naar huis. Of dit gaat allemaal mee straks naar huis. Ik moet even koelkast gaan vullen. Als je kan zien, hebben we niks bijzonders erin op dit moment. En wat ik ook nog heb laten halen is Petitje Malakko. Dit zijn chocolaatjes waar ik mee ben opgegroeid. Oké. Dus heb ik helemaal in elkaar gezet. Ik ga hem even testen. Hij was €7,95 bij de Action. Zo, hij is goed hoor. Ja. Kijk dan. Oh, je kan ook verschillende. Ja. Wacht. Guys, ik ben thuis. We gaan lekker mante eten. Iedereen moet het raden. Wat? Van wat ben ik allergisch? Varkensvlees? Niet halal vaak? Of gelatine? Oké, wat zeg je nou? Voor wat je allergisch bent? Varkensvlees of? Gelatine of niet halal vaak? Of varkensvlees? Ja. Ik denk varkensvlees. En jij?